FC Eindhoven is de club van groeivolk. En in de komende maanden duiken we dieper in de identiteit van de Blauw-Witte. In de tweede aflevering van Club van Goeie Verhalen laten we zien wat plezier voor iedereen betekent. We trappen af bij FC Eindhoven Amateurs met trainer Niels Rovers. Ik ben Niels Rovers, ik ben de trainer van het walking voetbalteam bij de FCE Foundation. En elke donderdagochtend hebben we hier bij de FC Eindhoven AV een training. Vorig jaar liep ik stage bij de FCE Foundation en omdat er geen training was voor het walking voetbalteam ben ik gedurende mijn stage de training gaan geven. Mijn naam is Jaap Sleeën, ik ben gepensioneerd pensionaris. Ik werk nog een beetje, ik hou van reizen, ik reis veel. En waar ik op reis probeer ik altijd te voetballen. Dus het leukste vind ik nog steeds, een potje voetballen, daar kan ik me wakker van maken. En dat is voor mij de essentie van walking voetbal. Maar het sociale aspect bij walking voetbal is ook belangrijk. Ja, walking voetbal is eigenlijk best te omschrijven als wat je vroeger op school deed. Kleine veldjes, 6 tegen 6, 7 tegen 7. Bal rustig rondspelen en na schooltijd altijd voetballen. En dat is walking voetbal eigenlijk in essentie ook, maar nu verouderen. Ik vind het contact met de deelnemers heel erg leuk. Het plezier op het veld, maar zeker de gesprekken naderhand. Verhalen horen over de tijd dat ze zelf vroeger nog voetbalden, zijn altijd heel erg leuk. Ik denk het meest fanatieke ben ik misschien nog wel. Tegen je verlies kunnen. Uiteindelijk is het niet zo erg als je verliest, maar je ziet als het echt erop aankomt, dan zijn er toch diverse mensen die vroeger voetbal hebben, die willen dat toch wel winnen. En er is niet één te noemen, maar er zijn al een paar die toch best fanatiek zijn als het erop aankomt. Inclusief mezelf. Ik denk eigenlijk het mooiste moment is dat de groep gegroeid is. En dat we het afgelopen half jaar een eigen toernooi hebben kunnen organiseren in het stadion. Waarbij we gewoon een volledig team op kunnen stellen met eigen spelers. Dat laat zien hoe dat de activiteit gegroeid is het afgelopen half jaar. Hoeveel plezier de deelnemers erin hebben en wat we er allemaal uit kunnen halen. Het plezier voor iedereen is voor een groot deel het voetbal zelf natuurlijk. Het feit dat het heel inclusief is dat iedereen mee kan doen. En dat Eindhoven FC een hele open club is. We hebben ook regelmatig uitjes naar het stadion toe. En dat is toch ook leuk als je in zo'n stadion kan voetballen. Ik geef zelf ook voetbaltraining, maar dat is aan kinderen. Dus dat is een hele andere manier van werken dan hier met de ouderen. Bij de ouderen ben je toch vaak bezig met dingetjes waarbij ze moeten nadenken. Dingetjes waarbij ze balans moeten houden. Dus vooral zaken die voor hun moeilijker worden om die hier in het uurtje ook weer terug te laten komen. Maar gaandeweg groeide de groep. Kon je meer dingen gaan doen, werd het steeds gezelliger en denk ik dat we elke week weer een leuke training hebben. Ik zou zeggen, kom gewoon een keer langs. Doe een training of twee mee. We zijn heel open, je kan altijd meedoen en dan zie je wat het is. En als het wat voor je is, dan blijf je komen. Als het niks is, ook even goede vrienden, dan kom je niet meer. Dus probeer het gewoon. Ga niet alleen af op wat gepubliceerd is. Probeer het gewoon, ga naartoe en voel dat groepsgevoel. Naast plezier voor senioren begint het natuurlijk bij de jeugd. We gaan door naar Ami Sadra, speler bij onder 12. Ik ben Amir Sadra, ik ben 11 jaar, ik speel onder 12. Ik ben hier geboren, maar mijn ouders komen uit Iran. Ik ben Hamid, ik ben de vader van Amir Sadra. Hij speelt eigenlijk hier bij FC Eindhoven. Ik vind het hier heel leuk aan om bij FC Eindhoven te spelen, omdat het ook een hele leuke club dat mij eigenlijk beter kan maken. Hoe ben ik eigenlijk hier begonnen? Ja, ik ben bij de inschrijving meteen overvallen door een van de bestuurders. Of ik eigenlijk coach en trainer bij de jeugd willen zijn. Hier bij de club heb ik heel veel vrienden gemaakt. Met alle vrienden die ik hiermee heb gemaakt, kan ik wel een hele team mee vormen. Mijn droom is om bij Real Madrid te spelen, maar mijn droom is ook, als ik over FC Eindhoven moet praten, dat ik hier nog wel de proef kan halen. En dat ik vandaar naar een betere club ga en dat vandaar weer hoger en hoger. Ik ben echt benieuwd wat hij gaat doen. Hij is heel sociaal, heel blij. Hij helpt ook FC Eindhoven als ballenjongens. En hij wil heel graag doorzetten naar een profvoetballer. Soms sta ik in de kou en een hele koude temperatuur in de stadion te wachten. Omdat hij gewoon als ballenjongen wil meedoen. En de eerste keer toen ik ballenjongen was, was echt heel leuk. Was ook een spannend wedstrijd tegen Roda. Ik kreeg heel veel handtekening van de spelers. De keer dat ik baljongen was het mooiste moment dat ik een keeperhandschoen kreeg, was het van Brondel. Ja, ik probeer hem toch heel blij en gelukkig te maken.
Daarom doe ik het mee. Ik zie dat hij heel veel plezier en geluk heeft bij het voetballen. En vooral bij FC Eindhoven. Plezier is eigenlijk best belangrijk voor alle spelers van FC Eindhoven. Jong, AW, prof, voor iedereen van FC Eindhoven. Waar Niels veel plezier haalt uit het trainen van de senioren, geniet Jaap van het spelen van walking voetbal samen met zijn leeftijdsgenoten. Amir Sadra probeert een carrière op te bouwen met als droom profvoetballer. En samen met FC Eindhoven hoopt hij deze droom waar te maken.